En dan zien we dat geen Van der Brugge, wel Van Houten, ook als aanvoerder terugkerend uit blessure bij Cercle Brugge. Korte tik, maar geen goede tik. De man probeert voor te brengen en is het duwen binnen, denk hij. Goed kijken. Dit is de diepte. Balverlies daar op het middenveld. De man. Meeschuiven, even verlengen, al vallend. En verdedigt beter dan voor de rust. En dan de ruimte voor Kuipers. Majetski twijfelt, komt dan toch. Majetski uit zijn goal, maar nu, maar nu. Weinig afspeel mogelijk, maar doet het zelf, doet het zelf. Met zijn zesde van het seizoen. 1-1. Cercle. Ja, wat nu? In de straal van het licht. Je ziet Majetski bijna niet staan. En dan moet je dat kunnen uitspelen, de ruimte zoeken aan de andere kant. En hoe mooi van Hong, er helemaal rond. Van der Brugge, gepoord, grote poort. De ruimte, Hotic, in de rug van. Hij zal het zelf trappen. Oh, en hij trapt hem netjes binnen, moet ik zeggen. Oh la la. 1-2, Dino Hotic. Dan maar met rechts, dacht hij. Netten. Strak tegen de netten. Dit is Denki met fantastisch lichaamswerk. Doe dat goed. Naar de buitenkant. Samoazen. Wie is er mee? Kuipers is mee. De Platin is mee. De bal komt iets te kort. Kuipers, ja. 2-2. Bal glijdt door. Ze missen hem naar het centrum. Dus meegeven aan Samoazen. Wie mist hem daar? Ja, Marcelin. Gaat daarnaast. Speelt soms een goede matchje. De Deen, maar helemaal doorgebroken is hij nog niet bij Gent. Hotic. Draait naar zijn linker in. Trapt hem binnen. Hotic. En dan blijft die bal daar half hangen. En weer denk je die toch weer goed werk levert, toch? Kijk eens aan. Legt die bal af. Dan draait hij naar zijn linker. Dat weet ze toch? Meegeven aan Hong. En die kan het wel verleggen. Kijk eens aan. Uitstekende paas. Vadis Ojinja. En dan loopt hem binnen. Ja, ja, ja. Zijn eerste. Het is gelukt. Laurent de Quater. 3-3. Wat beleven we hier allemaal? De tegenstoot meteen. Hong alweer aan de basis. En dit is een goeie. En Marcelin, die steekt zijn been niet uit. Ja, die komt goed bij Kuipers, maar botsen de bal moeilijk. En dan met de buitenkant een goede paas doet zeker. De Patre voor de goal. Hij gaat hem krijgen, maar... Oh, Kuipers krijgt hem cadeau. Nog van de lijn gehaald en Majetski uit. Op het einde. Het was Eiter die redding bracht op de lijn. Hier nog eens die kans. Uitstekend van Vadis Ojinja. Kijken maar. De Patre staat klaar. En dan legt... Ja... Na die nederlaag op Genk in de allerlaatste seconde zal Gent dan ook wel meer willen. Anders is het 1-6. Als het zo blijft uiteraard. We gaan door. Hotic. Ueda. Net niet. Dit is de man meegekomen. Wim Smit. Een duwfout. Duwfout op Van Brugge. Dit is hier. Nou, daar ging het om. Dat is al een poosje geleden, wordt daar inderdaad wel onder de zoden gestopt. Hij heeft een penalty. Ja, ja, hij gaat kijken, dus penalty. Was te verwachten. Als ze gaan kijken, is het meestal raak. En Van Azenbroek vraagt meteen uitleg, uiteraard. Roef, Hotic. Is dit de beslissende goal of niet? Hotic. Hij trapt hem uitstekend binnen zijn derde goal. Zat ook wel in het oor uiteraard van Wim Smet. Hotic, niet te pakken. Laat hem maar lopen. Nee, kan er niet bij. Alessio Castromontes, wat doet Wim Smet? Hij fluit af. Hij fluit af en Cercle wint voor de tweede keer dit seizoen. En wat een zegen, 3-4.